Hallo allemaal, we zijn hier bezig om een spandoek te bevestigen hier langs de weg vlak naast onze stal. Aan de reclame ernaast zie je van wie we het spandoek gekregen hebben. En in deze video vertel ik waarom we dit spandoek hier bevestigen. No farmers, no food. Klopt dat eigenlijk wel, die tekst op dat spandoek? Nou, wij als boeren zorgen voor de voedselvoorziening in ons land. Dus als we het letterlijk nemen, als er geen boeren meer zijn, dan is er uiteindelijk ook geen voedsel voor alle mensen in ons land. Nu wil de overheid in de agrarische sector een stikstofreductie van 50%. Betekent dat dat de helft van de boeren weggaan? Dat zou kunnen, ga ik niet vanuit, maar wel een heel aanzienlijk deel. Dus als er een heel aanzienlijk deel boeren weggaat, dan wordt er ook een heel aanzienlijk deel minder voedsel geproduceerd. Dat is volgens sommigen geen probleem, want zeggen ze, Nederland exporteert toch heel veel naar het buitenland. Dus het kan wel minder. Nou, of dat ook zo aanzienlijk minder kan, dat is de vraag nog maar. Want dan worden uiteindelijk andere landen daar ook de dupe van. En vooral de armere landen, die krijgen het dan daardoor nog veel moeilijker. Ik denk dat de overheid vergeet dat Nederland juist mede door de boeren een welvarend land geworden is. No farmers, no food. Ik sta hier nu in het weiland. En we kunnen erover nadenken als er geen boeren meer zijn, geen voedsel voor de mensen. Maar voor de dieren dan. Neem nu de weidevogels. Wij als boeren doen ons best om de weidevogels, die toch al steeds minder voorkomen in ons land, om die te beschermen. En er zijn heel veel mensen die als vrijwilliger daar ook aan meedoen en nesten opsporen en noem maar op. En wij als boeren krijgen ook wel eens het verwijt van, ja, door jullie manier van het land bewerken, bemesten, maaien en noem maar op, daardoor komen er steeds minder weidevogels voor in ons land. Maar juist wij als boeren hebben ervoor gezorgd dat de weidevogels hier in Nederland een plek hadden om te broeden. Want stel je voor dat er straks minder boeren zijn, dan wordt ons land niet meer gebruikt als boerenland. En dan blijft een heel aanzienlijk deel braak liggen. Nou denk je, mooie plek om voor de weidevogels om nesten te maken. Maar nee, dat gebeurt niet in land waar gras een halve meter tot een meter hoog staat. Gras zeg ik. Allerlei wilde troep en mengsels. En dankzij de agrarische sector hebben heel veel mensen werk. Niet alleen de boeren, maar achter elk boerenbedrijf zijn een heel aantal mensen die een baan te danken hebben aan de agrarische sector. Ik las eens dat elke boerderij voor de werkgelegenheid van 9 andere personen zorgt. Nou, dat zijn er heel wat. Maar als je erover gaat nadenken en dat allemaal gaat opsommen, dan kom je daar denk ik wel aan. De mensen die de melk halen bij de boerderij, die vrachtwagenchauffeurs. Maar al die mensen die in de zuivelsector werken, die melk verwerken en alles. De mengvoerindustrie. Hoeveel mensen werken daar niet? Voeradviseurs. Mensen in de financiële wereld die overal weer adviezen geven bij bedrijven. Te veel om op te noemen. En verliezen al die mensen ook een baan? Betekent dat voor hen ook geen goed gevulde, goed belegde boterham meer op een bordje? Ik hoop dat al die mensen die namens onze sector aanschuiven bij Johan Remkes hun standpunten zo weten uit te dragen dat er daardoor echt over nagedacht wordt en dat er inzicht komt over dat de weg die ingeslagen is niet de juiste is. Voorlopig laat ik het spandoek hangen, maar ik hoop dat er een tijd komt dat ik hem weer kan opruimen, dat hij niet meer nodig is.